Hi Gelies, wij staan hier met de nieuwe lens, de QX10 en de QX100. Wat kan je mij vertellen over deze nieuwe lens van Sony? De lens die is eigenlijk gemaakt voor allerlei soorten smartphones, van de Android tot de iOS. Op zich maakt het niet zo heel veel uit waar je hem opzet. Deze lens is eigenlijk te connecten met elkaar via NFC. Dus dat betekent dat hij gelijk connectie maakt via eigenlijk wifi en kan je foto's maken met de camera los van de telefoon. Dus je vertelde net dat een lens is, maar wij noemen het een camera omdat het eigenlijk een aparte standalone is. Die kan je eraan vastklikken om wel foto's mee te maken, maar je kan het ook los separaat van elkaar gebruiken. Nou, ik heb een cameralens en een toestel, maar hoe werkt dat nou eigenlijk precies in de praktijk? Ja, als je deze twee apparaten los van elkaar hebt, dan moet je met elkaar verbinden. Door middel van het tikken van de twee apparaten tegen elkaar aan, dus dan maakt die verbinding via NFC en dan gaat eigenlijk... Achteraf gaat kijken van oké, moet hij nou verbinding maken via wifi of via bluetooth? Nou, in dit geval pakt hij een wifi connectie en zal die met elkaar verbonden zijn. Dus beide apparaten kan je nog steeds los van elkaar gebruiken. Je ziet op je smartphone scherm wat je met je lens aan het filmen of fotograferen bent. In dezelfde ruimte of stel dat je verderop staat, ja, verder van elkaar tot een max van iets van 10 meter. Je kan de cameralens los gebruiken, maar stel ik wil hem op mijn telefoon zetten. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Als je... deze cameralens koopt, er zit er automatisch een klemmetje bij, die zit erop en die kan je gewoon rondom het toestel plaatsen. Dit is als voorbeeld Xperia Z1, die kan je omheen klemmen, maar de hele rest van de Xperia serie heeft natuurlijk verschillende formaten. En daarop kan je hem gewoon aanpassen, dus je kan het hoger of lager zetten, dan klik je hem aan vast en dan heb je eigenlijk gewoon ja, je lens op je smartphone geklikt.